Welkom bij de eerste episode van ons nieuwe programma Veel Meer Belevenis. Mag jij door hierdie programma ervaren hoe die Heer in jouw hart en jouw leven werkt. Ons is bezig in die campus met een reeks oor die Heilige Geest en vanavond gaan Saul van Sail gesels oor wie is hy. Voor ons begin, wil jy net jou oor sluit en een oomblik neem om die volgende te bid saam met my nie. Dankie Heer dat ek weet jy is by my, na by my en dankie dat ek jy stem kan hoor in hierdie programma. Amen. Jesus staan op een stadium en hij praat met zijn disciples en hij vraagt vir Petrus, wie sê die mense is ek? En Petrus antwoord, maar Jesus draait toe ook naar Petrus toe en hij vraagt vir maar wie sê jy is ek? En ek glo net so in hierdie oomblik, dieselfde geest wat in Jesus was, die iemand nou bij ons is, die Heilige Geest. Misschien vraag hij dit voor jou in hierdie oomblik. Kijk je diep in die oor en sê, wie sê jy is ek? Wie sê jy is die Heilige Geest? Johannes 14, kom Jesus en hy praat in vers 24 en hy sê, ek sê dit nou al lang vir julle, terwyl ek nog by julle is. En wanneer die raadgever, die Heilige Gees, kom wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Is die Heilige Gees is nie iets, ons kan nie praat van die Heilige Gees as dit of 'n krag of iets nie. Ons kan praat van die Heilige Geest as een persoon, as Hy, as God, 100% God, 100% Geest, Heilige Geest, 100% Heilig. Die Heilige Geest het een wil en een intellect en hy het emoties, net soos wat God het. Hy is levendig. Jy sien, hy is hier by my en in die selfde oomblik is hy nou by jou. Wat wil hy vir jou in hierdie oomblik sê? In hierdie tyd wat jy spandeer om hierdie te luister, wat is dit wat hy vir jou wil kom fluister? Miskien moet jy gou so 'n oomblik vat. Miskien jou oorfone insit daar waar jy is en die buitewereld uitsluit. En net vir so ruk jouself stil maak en met hom praat daar waar jy is en vir hom sê, wat is dit wat u vir my wil sê. Jy sien, dit is goeie nuus, want wanneer ons dink aan die Heilige Gees as 'n krag of as 'n funksie, dan het hy nie veel van 'n doel in ons lewe as dit kom by die verhouding tussen my en God nie. Maar as ons begin besef dat die Heilige Gees 'n persoon is, verander dit soveel in ons lewens. Ek meen, ons kan so maklik 'n wanpersepsie hê van die Heilige Gees. Ons kan so maklik die verkeerde gedagtes hê en dink hy is 'n tool elke nou en dan om een of ander wonderwerk te doen wat net God kan doen en is hierdie krag wat oor ons kom en dis hierdie ding wat met ons gebeur en dit is nie God se hart nie. Dit is nie wie Jesus gesê het gestuur word nie. Hy het gesê hy stuur die Heilige Gees, 'n persoon. Dis ja. Wanneer ons besef dat die Heilige Gees God is en 'n persoon by ons is, dan verander daar soveel goed in ons lewens. Daar's soveel goed wat soveel meer sin maak, soveel goed wat nie meer so deur mekaar is nie, want ons besef God is by ons. Dit is moeilik vir my om my kop te kry rondom 'n ding wat sê iets. Dit is moeilik om my kop om iets te kry wat sê dit. Het is moeilik vir my om te dink dat ek in 'n verhouding moet wees met iets. Maar het is makkelijk om my kop om iets te kry. Het is makkelijk om my kop om God te kry wanneer ek besef, hy in persoon
is bij mij. Weet, hij is raadgever. Hij is een leidsman. Hij is een persoon wat bij mij stapt en die ene wat mij kan vastdruk wanneer het moeilijk gaat. Ik hoor wat sê die skrifvers. Hy sê, want allemaal wat hulle laat leiden door die geest van God, hulle is Godse kinders. Ik weet niet van jou niet, maar ik kan mij niet laten leiden door iets niet. Ik kan niet raad vat van iets af niet, maar ik kan mezelf laten leiden door iemand. Voor alles dat iemand God is. 100% bij mij. 100% bij jou. Je ziet die behoefte en die leemte, wat allemaal van ons mee geboren is. Wanneer je met mensen praat, dan hoor jij dit. En vooral mensen wat enkel lopend is, al gereeld voor jou sê, ek het hierdie behoefte in mij, ek het hierdie leemte in mijn hart om iemand ook te ontmoeten of iemand te leren kennen of iets te gaan doen. En het is alsof ons geskapen is met die leemte in ons, wat gevul moet worden. En als niks fout met jy wanneer je leeg voelt en wanneer je voelt, dat is deel missing in mij niet. Dat is niks fout niet. Want dit is die enigste plek en dit is die plek en daar is net één persoon wat die plek kan kom vul. En dit is die Heilige Geest. Dis die plek waar hij blij, dis die plek waar hij wil wees, dis die leemte wat hij wil kom volmaak in my en jou lewe. Die leemtes kan nie gevul word door iets nie. Kan slechts gevul word door iemand. Sien ons behoefte om geleid te word, ons behoefte om liefgeheid te worden. Mij en jou behoefte om gehoor te worden. Mij en jou hartloop om te ervaren waar iemand is bij mij. Die antwoord voor dit lee in die Heilige Geest. Hij een persoon wil jou lief hee. Hij een persoon wil Godse hartklop vir jou vertellen. Hij een persoon wil met jou praten en fluisteren en vir jou sê, hoorie, dit gaan oké wees. Jij is niet alleen nie. Die leemte kom vul ek. Jy sien die leemte in my en jou hart, hierdie behoefte wat ons partykeer het om gevul te word, dit lê nie in iets nie, niks wat ons doen, niks wat ons ervaar, niks wat ons daar indruk, geen vakantie, geen nuwe kar, geen groter salaris, geen ander werk, niks anders kan daai leemte werkelijk kom vul nie. Die enigste persoon wat daai leemte kan vul is die Heilige Geest. Daai plek in jou hart is gereserveer nie vir iets nie, maar vir iemand. Voor niks anders nie, voor iemand. En als het komt bij Godse hartklop voor mij en jou, als het komt bij Godse doel, hoe kom ek en jy hier is, hoe kom is jy op hierdie aarde? Wat doen jij hier? Wat doen ek hier? Die hoofrede hoekom God ons gemaakt het, die nummer één rede, die rede wat hij doen, is omdat hij een verhouding wil leef met mij en jou. Als jij ooit gewonnen hebt of je doel op aarde hebt, jij het doel op aarde, jij is geboren met dat doel op aarde, is dat jij in verhouding zal leven met God. Het is mij moeilijk om te denken dat ik in een verhouding moet wees met iets. Het is mij moeilijk om te denken dat ik in een verhouding moet wees met een ding. Maar het is makkelijk voor mij om te beseffen en te connect met de persoon. Zien God wil met jou connect. Die persoon van die Heilige Geest. Dit is sy teenwoordigheid in jou leven. Dit is die een wat jou lei in die pad saam met jou stap. Elke oomblik, daar is vir jou. As ons ooit voel ons is alleen, dan kom hy en hy sê, hoorie, jy is nie alleen nie. Ek is hier saam met jou. Dit is nie God se hart dat jy en ek leeg lewe, sonder liefde lewe nie. Sy begeerte is dat ons in liefde saam met hom leef. Sien, ek kan lewe deel met die Heilige Geest. Ek kan 'n pad stap saam met hom. Ek kan my kop om het kry, dat ek kan praat met die Heilige Geest, dat ek kan
my hart deel met hom en dat ek kan luister wat hy sê en dat hy by my is, want ewe skielik raak God vir my tasbaar, ewe skielik raak God vir my hoorbaar, ewe skielik raak God vir my verstaanbaar. En die weter dat ek kan weet, hoorie, ek is nie alleen nie, maar altyd iemand is, saam met my lewe deel, daarom kan ek my hart kry. Ek wil jou uitnooi, as daai deel van jou lewe nog nie vol is nie, as daai deel van jou lewe nog nie gevul is nie, as daai leemte nog daar is, en God is vir jou die konsep, en die Heilige Gees is vir jou die konsep van iets, of iemand, of een krag, of een, wil hy hem van hierdie oomblik vanaan vir jou kom sê, dat hy is iemand, hy is jou vriend, hy is jou leidsman, jou raadgever, die een wat jou bekrachtig, hy is die een wat lewe saam met jou doen. Dit is nie nodig vir jou om alleen die lewe aan te pak nie. Dit is nie nodig vir jou om op 'n plek te sit waar jy alleen skaak speel nie. Is hy by jou en hy is saam met jou. En soos ons die volgende liedjie gaan sing, wil ek jou uitnooi. Maak jou hart stil, maak jou kop oop en bid en praat met hom. Soos wat jy met 'n persoon sal praat. Maak jou oë toe. En laat toe, laat hy vir jou kom wys wie hy is in hierdie volgende tyd. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. 'Cause you are here, turning lives around, I worship you, I worship you. 'Cause you are here, mending every heart, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, that is who you are, that is who you are, that is who you are. Even when I can see it, you're moving, even when I can feel it, you're moving, you never stop, never stop moving, you never stop, never stop moving, even when I can see it, you're moving, even when I can feel it, you're moving, you never stop, never stop moving, you never stop, never stop, even when I can see it, you're moving, even when I can feel it, you're moving, you never stop, you never stop moving, you never stop, you never stop, even when I can see it, you're moving, even when I can feel it, you're moving, you never stop, you never stop moving, you never stop, you never stop, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I can see it, you're moving, even when I can feel it, you're moving, you never stop, never stop moving, you never stop, you never stop moving, even when I can see it, you're moving, even when I can feel it, you're moving, you never stop, you never stop moving, you never stop. This way make a miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who that is who you are, who you are. You are greater than all our fears. You are more than all that we've done wrong. You are good God, good God. Mag hierdie oomblik wat jy saam met God gehad het, sy liefde vir jou so werklik maak en jou lewe vir altyd beïnvloed. Soos die Heilige Gees in en deur ons werk, help ons ook om te verstaan dat wanneer ons gee, dit nie net iets is wat ons doen nie, maar hy leer ons dat dit is wie ons is. Dankie vir jou volgehoue bydrae in die tye tot hierdie bediening. Dit sal ons in staat om die goeie nuus by soveel mense uit te kry. Daar is verskeie maniere om te gee. Jy kan net die skakel volg in die beskrywing. Ons weet tydens lockdown kan jy nie jou verjaarsdag met 'n lekker kuier vier nie. Maar as jy verjaar het in die tyd wat verby is, wil ons net sê baie geluk en jou net seën met hierdie skrifvers. 2 Korintiërs 9 vers 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ons hoop jy het 'n wonderlike jaar. Ons sien jou volgende week vir deel 2 van ons veel meer belewenis. Ons speel uit met een van Doxa Dayo se eie musiekvideo's, In Victory. God of grace, you've given me your plans of hope, and I believe that I am healed, I've been set free. With Christ I stand in victory. In every season you are here, you conquer doubts, you cast out fears, and at the cross my life arose, I reign in Jesus Christ the Lord. It is done, it is done.
believe that I am healed. I've been set free. With Christ I stand in victory. With Christ I stand in victory. It is done, it is done. The finished work of Christ the Son. It is done, I'm complete. With Christ I stand. The Son, for on that day salvation won. I stand completed in your grace. Oh, now I see.